Welkom allemaal bij deze weekboodschap voor 16 tot en met 22 oktober 2023. Reading voor het collectief. Dus neem alleen datgene mee wat resoneert. Laat de rest achterwege. Laat het voor iemand anders als het niet je reading is. We gaan meteen beginnen. Er kwamen nogal wat boodschappen naar voren tijdens het voorschudden. Ik heb het gevoel dat voor sommigen van jullie, voor wie het resoneert, dat je de volgende week duidelijkheid, helderheid gaat krijgen over een situatie. Dit kan zijn door informatie die naar je toe komt of door communicatie. Maar dit is een situatie waarin je het gevoel had vast te zitten, gevangen te zitten, jezelf niet te kunnen bevrijden. Een situatie waar ja, ook angst wellicht een rol speelt om jezelf te bevrijden uit die situatie. Maar er komt helderheid en er komt een moment dat je inderdaad precies weet wat te doen. En dat heeft te maken met een andere richting kiezen, een soort van bevrijding ook wat ik eigenlijk voelde. Oh, en we hebben de zonkaart. Geluk en je lekker voelen. Onder op het dek voor de komende week. Dus dat is een hele mooie kader mee te beginnen. We mogen nog meer ontvangen, universum. Voor 16 tot en met 22 oktober. 16 tot en met 22 oktober. Het kan ook zo zijn dat je zelf naar informatie zoekt. En die helderheid zult krijgen. En er is nieuws onderweg. We hebben hier een boot. Geld of eigendom wat naar je toe komt door een gewin, dus iets wat je wint, door een geluk of door een erfenis. Iets wat je erft. Wat mogen we nog meer ontvangen? Wat mogen we nog meer ontvangen voor de komende week, 16 tot en met 22 oktober? Dank u wel, universum. We hebben een kaars. De weg zal je gewezen worden. Er komt helderheid. En er komt helderheid ook over welke weg je wil gaan volgen. Als je het gevoel hebt in een situatie vast te zitten en niet vooruit te komen. Negatief denken kan ook een rol spelen. Maar er komt een helderheid in de weg die je zult gaan volgen, gaat volgen. De mier, werk, iets bereiken en succes. Dus het kan te maken hebben met een werksituatie. Ja, en ik heb hier ook de kaarten, de weg naar je levensdoel. En dat zijn ook heel veel kaarten die gaan over werk, carrière. We hebben een uil. Goed advies van een wijze persoon. Ja, die helderheid kan komen door een advies wat je krijgt. Onder op het dek hebben we hier de maand maart liggen. Dus maart kan een belangrijke maand zijn. Afgelopen maart 2023, maar ook komende maart 2024 kan belangrijk zijn. En dan hebben we hier, nieuws wat onderweg is. Een bird flying, een vliegende vogel. Dingen die besproken worden. Er is nieuws onderweg. En op dit moment zie je door de bomen het bos niet. Je kunt niet helder denken als het gaat om een situatie. Vastzitten. Maar hier komt dus verandering in. En zelfs een ontmoeting met een vreemde. Het kan hierin belangrijk zijn. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen? Voor 16 tot en met 22 oktober 2023. 16 tot en met 22 oktober 2023. Wat is de boodschap voor de komende week? Wauw, en die kwam er ook uit tijdens het voorschudden. Geluk. Een klavertje 4. Great good fortune. Wat mogen we nog meer ontvangen, universum? Nog twee kaarten alsjeblieft voor de komende week. 16 tot en met 22. Tijdelijke problemen. Ja, dus de situatie waar je in zit. Tijdelijke problemen. Er kunnen zich ook nog wat problemen voordoen. De komende week. Maar ik heb het gevoel dat dit juist opgelost gaat worden. Die tijdelijke problemen. Wat mogen we nog meer ontvangen? Tijdelijke problemen kunnen ook iets zijn wat leidt tot helderheid. Als het gaat om het maken van een beslissing. Als het gaat om die controle terugnemen en de stappen zetten. We hebben een roos. Romantiek hangt in de lucht. En dan hebben we onder op het dek een frituurpan. Wat staat voor problemen en beschuldigingen. Dus dit is ook iets waar je mee te maken kunt krijgen de komende week.
Iemand die een probleem maakt. Iemand die je ergens van beschuldigt. En dit kan voor jou ook een trigger zijn, een eye-opener, om die situatie achter te laten. Te gaan inderdaad voor je eigen geluk. Er is nieuws onderweg. Er komt advies. Er komt communicatie binnen. Iets gaat je helderheid brengen. En we hebben hieronder op het dek van de weg naar je levensdoel, onverwachte gebeurtenissen en uitdagingen. Dus dat is wat je kunt verwachten. Onverwachte gebeurtenissen en uitdagingen. Met een tijdsbestek de maand juli. Ik leg hem hier neer. En ik ga de boodschap erbij nemen. Onverwachte gebeurtenissen. Je gidsen vertellen je dat je in een overgangsfase van je beroepsleven zit. Hierdoor krijg je het gevoel dat dingen ingewikkeld of onmogelijk zijn. Dat is niet zo, maar je krijgt te horen dat je nog enkele stappen moet zetten voordat je de vernieuwing bereikt waarnaar je verlangt. Je gidsen vragen je om deze onverwachte gebeurtenissen niet te zien als belemmeringen of tekens dat je op het verkeerde pad bent, want op dit moment is dat niet zo. Maar je moet uitdagingen aangaan om je verwachtingen en projecten volledig en vlot te laten evolueren. Aanvaard elke onverwachte gebeurtenis als een extra stap naar meer openheid en naar concretisering van je verlangens. Ja, en die onverwachte gebeurtenissen, dit kunnen dus ook beschuldigingen zijn en wat problemen die op je pad komen. Maar dit is dus een stap naar openheid en naar concretisering van je verlangens. Dus aanvaard het wat er op je pad komt de komende week. Blijf gemotiveerd en vastberaden. Ook al is het pad soms bezaaid met grote bochten, alles is er om je te verbinden met je innerlijke kracht en je overtuigingen. De onverwachte gebeurtenissen kunnen vele vormen aannemen, al dan niet in direct verband met andere mensen. Onthoud dat ze noodzakelijk zijn voor jou en dat alles in orde komt als je je blijft concentreren op wat voor jou belangrijk is. De datum juli. Je gidsen vertellen je dat de maand juli je heel goed nieuws brengt. Vroeger werd je misschien getekend door een zekere ambivalentie en dat gaf aanleiding tot veel twijfels en angsten over je beroepsleven. Je kon je ook vasthouden aan een bepaalde comfortzone die acceptabel was voor anderen, maar dat niet langer was voor jou. De maand juli zal je vrij snel succes brengen. Vanaf juli zal alles heel snel gaan. Je gidsen vragen je ook om je de gebeurtenissen te herinneren die de afgelopen maand juni plaatsvonden. En als deze maand al ver achter je ligt, vragen je gidsen of je beseft dat je in een comfortzone zit die verhindert dat nieuwe ideeën in je opkomen en zeggen ze dat je eruit moet stappen. Kom niet in botsing met jezelf en verwelkom het nieuwe. Alles gaat geweldig worden voor jou. Wauw. Happiness and well-being. En onder op het dek een nieuwe start. Kansen, mogelijkheden die geboden worden. Dit is assertief durven zijn, ambitieus en durven. Optimistisch zijn, positief denken. Het is nu een tijd van actie. Doe datgene waar je je hart naar uitgaat, waar je je passie volgt. Universum. Wat mogen wij ontvangen voor de komende week 16 tot en met 22 oktober 2023? Drie kaarten alsjeblieft voor de komende week. Dat is de energie van de komende week. Staven 9. De gewonde strijder die maar niet opgeeft. Ondanks al die bochten, al die obstakels, alle beschuldigingen. Niet opgeven. Beschermen wat je hebt gecreëerd. Voorbereid zijn, nooit opgeven, je engelen vragen om hulp. En dat kan een hele lange weg zijn die je al gegaan bent. En de afgelopen 9 maanden kunnen ook heel moeilijk voor je zijn geweest. Maar de weg zal je gewezen worden. En met de tea leaves kwam ook de kaart. Je wordt beschermd tegen negatieve krachten die buiten jouw controle omliggen. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen voor 16 tot en met 22 oktober 2023? 16 tot en met 22 oktober 2023. Wauw. 2 grote arcana kaarten. De kluizenaar, maagdenergie. Kan je eigen energie zijn, kan de energie zijn van iemand in je omgeving. Maar dit heeft te maken met soul searching.
Mediteren, jezelf terugtrekken om na te denken, een innerlijk licht te schijnen, je angsten onder ogen durven zien. Antwoorden die van binnenuit komen, inzichten die van binnenuit komen. Met het bos wat we net zagen, niet helder kunnen denken, de zwaarde 8 zag ik voorbij komen. En dit heeft te maken met healing. De sterkaart, balans vinden, vertrouwen hebben dat ja, de toekomst er mooi uitziet. Dromen komen uit, positieve veranderingen die een einde brengen aan die uitdagende tijd. Die tijd vol obstakels met die staven 9. Er komt ja, een soort van wensvervulling. En onder op het dek weer een nieuw begin. Nieuwe emotionele ervaring. Dit kan ook een boodschap zijn. De schildkraap van Kelke. Heel openhartig. En we hebben hier de kaart liefde hangt in de lucht. Romantiek hangt in de lucht. Ja, je kunt uitgenodigd worden de komende week. Boodschappen die binnenkomen, emoties, gevoelens die geuit worden. Een nieuwe start, iets nieuws doen. Iets wat je emotioneel heel blij maakt. Je wens achterna gaan. Datgene doen wat echt diep van binnen komt, wat je echt graag zou willen doen. Universum, waar ligt hier de schildknaap van Kelken? De schildknaap van Kelken. Er kunnen dus ook nogal, ja, er kunnen ook boodschappen binnenkomen over een connectie die je hebt. Waarbij je in de verdediging schiet. Dat kan iets zijn wat je, ja, nogal chagrijnige boodschappen die daar binnenkomen. Maar wel iets wat wel zorgt voor beweging. We hebben hier het rad van fortuin, goddelijke timing, het voorbestemde. Dus ook die bochten, ook die obstakels die op je pad komen, is voorbestemd om de deur te openen naar iets moois. Naar vooruitgang. En dit is een nieuwe fase, een positieve verandering. We mogen nog meer ontvangen voor de schildknaap van Kelken. En met het Rad van Fortuin hebben we Stier, Leeuw, Waterman, Schorpioen. En het kan dus ook zo zijn dat er inderdaad geld naar je toe gaat komen. Een boodschap ontvangen over die te maken heeft met geld. Met het Rad van Fortuin. De Zwaarden 4. Dit is balans vinden, innerlijke balans, innerlijke vrede vinden, nadenken over een situatie, je terugtrekken, mediteren, gelijke energie met de kluizenaar. En je bent nadenken over wat is mijn bestemming met het Rad van Fortuin? Wat is het wat me geluk gaat brengen? Wat wens ik, wat hoop ik met die sterkaart? Universum. Staven 9. Waarom ligt hier de staven 9? Waarom ligt hier de staven 9? Die helderheid, die vragen waar je mee zit. Ik heb het gevoel dat dit ja, beantwoord gaat worden. Kijk, de staven 9. Dus die moeilijke periode, die ga je achterlaten. Je gaat naar kalmer vaarwater. Je krijgt ook hulp hierbij. In de vorm van advies, heb ik het gevoel. Waarom ligt hier de staven 9? Staven 9. Het kan ook helderheid zijn in je manier van denken. Staven 9 universum voor de komende week. Iemand kan met een boodschap komen waardoor je echt gaat nadenken over dingen. Waarom ligt hier de staven 9?
En dat kan een positieve boodschap zijn, en het kan ook een negatieve boodschap zijn. Maar het zet je in ieder geval aan het denken en het brengt de situatie in beweging. We hebben hier een aas van pentakels. Een nieuwe start, een nieuw begin, iets wat stabiel is. Het kan iets zijn wat je aangeboden wordt. Het kan zeker weer te maken hebben met geld, een erfenis. Het kan te maken hebben met een investering die je gedaan hebt in het verleden. In tijd, moeite, geld. En waar nu inderdaad eindelijk ja, de beloning voor komt, als het ware. Iets waar je voor gevochten hebt. Iets waar je jezelf voor in bochten hebt moeten wringen, als het ware. Maar het kan ook te maken hebben met inderdaad datgene willen beschermen wat je gecreëerd hebt. Je hebt misschien al iets gecreëerd voor jezelf, voor je gezin. Iets wat je wil beschermen en het wordt op de een of andere manier bedreigd door een situatie of een persoon, waardoor je inderdaad helderheid krijgt de komende week. Het is tijd om dit achter te laten. Het is tijd voor een nieuwe start. En niet alleen voor mezelf, maar ook datgene, mijn eigen stabiliteit die ik gecreëerd heb, mijn financiële situatie of mijn gezin. Waarom ligt hier de kluizenaar? De kluizenaar, universum. Waarom ligt hier de kluizenaar? Het zijn er te veel. Twee kaarten voor de kluizenaar, alstublieft. Ja, dank u wel. Nog één kaart voor de kluizenaar. Maagdenergie. De kluizenaar, universum. We hebben de Ridder van Staven. Ja, iemand die heel gedreven is, gepassioneerd, spontaan. Optimistisch is. Heel ambitieus is. En dan een Ridder van Pentakels. Twee hele verschillende energieën. Beide gaan een andere richting uit. Deze ridder die staat stil bij de situatie waar hij in zit. Kijk naar zijn pentakel. Zet langzaam stappen vooruit, maar wel richting stabiliteit. We hebben de kelken 3. Goed nieuws. Aangaande relaties, aangaande kinderen. Samenkomen met vrienden, familie. Een keuze maken met de geliefde kaart. En de kelken 3 staat ook voor geluk. Voor blijdschap, vreugde, harmonie, stabiele relaties met die ridder van pentakels. Maar dit kan ook met je stabiliteit te maken hebben, met je geld te maken hebben. Er kunnen boodschappen binnenkomen die te maken hebben met je carrière. Er kan je een functie aangeboden worden op een andere locatie. Het kan zijn dat je zult gaan reizen met de auto. Onderweg zult zijn. En we hebben de kelken 2, soulmate energie. Het kan te maken hebben met een spiegel naar jezelf. Wat is het wat mij echt gelukkig maakt? Maar het kan ook te maken hebben met daadwerkelijk een soulmate. En het kan een vriendschap zijn, het kan een familielid zijn, het kan een liefdesinteresse zijn. Waar je over na aan het denken bent. Een moeilijke weg mee bent gegaan en misschien ja, iemand achter wil laten. Dat kan een boogschutterenergie zijn, tweeling. Waarom ligt hier de sterkaart? De sterkaart, universum. Waarom ligt hier de sterkaart? Koningin van zwaarden, tweelingweegschaal, waterman, energie. We hebben een koning van pentakels, stier, maag, steenbok. En we hebben de gehangene, vissen, energie. Keuzes maken die goed zijn voor jezelf.
de dingen op een andere manier gaan zien. En wellicht ook van een energie van negatief denken naar positief denken. Er komen positieve veranderingen. Inzichten met de gehangene kaart. Dit is iets op een hele andere manier gaan zien. Ja, zoals ik zei, het kan te maken hebben met communicatie die er binnenkomt. Die koningin van zwaarden, dat kan ook iemand zijn. Iemand die heel veel levenservaring heeft. Iemand die een advies geeft. Ook die koning van pentakels is iemand die kansen, mogelijkheden in handen heeft. Iemand die een soort van goede coach kan zijn. Dus je kunt van een vriend of vriendin of van een familielid advies krijgen. Iets wat stabiliteit brengt, iets wat balans brengt. Iets wat je helderheid geeft. En het heeft te maken met je bestemming, met je toekomst. Een nieuw begin en een hele grote verandering. Een einde van een situatie en een nieuw begin. En die informatie. Informatie kan ook iets zijn wat jezelf, waar je zelf op onderzoek uitgaat. Dit is iemand, de detective uit het deck. Iemand die meer informatie wil weten. Dus het kan zijn dat er die informatie naar je toe gaat komen. Waarin je ineens denkt van helderheid. Dit is de actie die ik ga ondernemen. Dit is mijn bestemming. Dit is wat me gelukkig gaat maken. En nieuwe kansen. Kijk, we hebben de sterkaart weer onder op het dek. Dus iets geeft je hoop ook voor de toekomst. Met die sterkaart. En het heeft te maken met het verleden loslaten. Met het oordeel. En het kan zelfs zo zijn dat het gesprek wat je zult hebben te maken heeft met iemand uit het verleden. Wat een soort van eye-opener is. Om een andere richting te kiezen. De controle terug te nemen. Helderheid krijgen. Dit is mijn bestemming. Dit is wat mijn balans gaat brengen. En die controle terugnemen. Overwinning behalen. Er komt een soort van overwinning naar je toe. En een situatie uit het verleden waar je wellicht in de kou hebt voelen staan. Waar je alleen hebt gevoeld. Dit is iets wat je sterker heeft gemaakt. En wat eigenlijk nodig was om te komen tot waar je nu zult komen. Om te komen tot de beslissingen die je nu maakt. Dus inderdaad die moeilijke periodes die je hebt meegemaakt. Zijn er geweest om te komen waar je nu zult komen. Dit is allemaal deel van je bestemming, van het lot. Ja. Dus allemaal voorbestemd en de weg wordt je gewezen de komende week. Dus er is nieuws onderweg. Dit gaat uiteindelijk heel veel geluk brengen. Maar het kan dus ook te maken hebben met wat tijdelijke probleempjes. Wat beschuldigingen. Misschien maakt het wel de weg vrij tot nieuwe liefde voor sommigen van jullie. Maar ook financieel gaat er iets binnenkomen. Dus een succes hebben we hier met werk, op werkgebied. Dus voor de een heeft het te maken met relaties. Voor de ander heeft het te maken met carrière. Kijk hoe het resoneert. Maar er komen dus onverwachte dingen op je pad. En dit heeft allemaal een reden. Ik wens jullie een hele mooie week toe. En tot de volgende keer. Dag!